weer de volgende aflevering van Boekenwijs.nl. Dit keer, terwijl je op de achtergrond de bel van de brug hoort. En daar zie je de Peperbus. En de Peperbus is het symbool van de stad Zwolle. En de stad Zwolle staat tegenwoordig erg goed in de publiciteit. Een heel groot artikel laatst in Dagblad Trouw, waarin Zwollenaren toch worden afgeschilderd als bescheiden en hardwerkend. En nou, dat is wel een mooi bruggetje, want ik ga het hebben over het boek De Infantiele Consument van Benjamin R. Barber, Amerikaan. En de ondertitel is Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen, ja, dan moet ik even kijken, volwassenen kleinhoudt en burgers vertrapt. Nou, dat is heel zwaar op de hand en dat klopt ook, want het is een dikke pil, behoorlijk dik en zwaar geschreven ook. Dus dat, maar goed, daar kom ik later nog op terug. Goed, dat infantiliseren, wat is dat dan? Nou, hij noemt dat zelf het infantiliserend ethos. En dat is de kapitalistische ideologie die verantwoordelijke burgers reduceert tot volgzame consumenten en het publieke goed vervangt door het private eigendom. Nou, er zitten alweer heel wat moeilijke woorden in, maar inderdaad het kapitalisme, hè, die leer die vooral in Amerika heel groot is, die zorgt dat wij consumenten worden en dat wij onze publieke plichten of rechten, milieu, al dat soort zaken, veiligheid, dat we die eigenlijk veronachtzamen en dat geeft terug aan de markt. Maar die markt die is als het ware een soort boosaardig wezen en die verwaarloost dat soort zaken en die zorgt dat wij alleen maar meer willen en al die publieke zaken verwaarlozen. Dat is in feite wat hij zegt. Hij noemt over dat infantiliseren het voorbeeld van de films. Hij zegt ja, de grote blockbusters, dat zijn eigenlijk bijna allemaal ja, kinderfilms. The Lord of the Rings, Batman, al dat soort films. Dat zijn halve tekenfilms of kinderfilms. En ja, dat zijn de grote films. Bij boeken idem dito, nou Harry Potter kun je ook zeggen. Harry Potter is in feite een kinderboek, maar dat is een beetje na de Bijbel het best verkochte boek. Dus nou ja, dat probleem van het infantiliseren, dat is nou ja, zeer interessant. Het spreekt mij, ik heb dit boek gelezen omdat ik zoiets heb van ja, ik zie het om mij heen. Er wordt veel geconsumeerd, er wordt veel gekocht. Wat ik zie bijvoorbeeld is dat de gadgets, de iPads, de iPhones, die worden gekocht. Daar wordt veel geld aan gespendeerd. Daar zijn ook kosten aan verbonden, met name als het gaat om het vervaardigen, milieukosten, waar gebeurt dat, wat voor zeldzame metalen worden daarvoor gebruikt. En dat lijkt geen rol te spelen, nee, het is zeg maar die motor, men moet kopen. Dus ik herken als het ware dat probleem van een soort doorgeslagen kapitalisme, een doorgeslagen consumentisme. Dus vandaar dat ik dit boek ben gelezen en ook, nou ja, dan kom ik meteen eigenlijk op de pluspunten van dit boek. Hij is heel goed, hij is een theoreticus, dus hij is heel goed in het haarfijn analyseren van de problematiek. Hij weet daar allemaal hele mooie woorden voor te vinden, lange zinnen. En, maar hij legt vaak wel de vinger op de zere plek. En hij zegt van ja, wij worden eigenlijk gemanipuleerd door merken bijvoorbeeld. Het merk Apple bijvoorbeeld, dat maakt iets in ons los, waardoor wij alleen maar meer willen. Dus wij worden als het ware blind. Hij noemt ook dat die marketeers, die reclamemensen, die zeggen het moet liefde zijn. Je moet als het ware, en dat klopt ook als je mensen ziet die in de rij staan voor een Apple Store. Dat is bijna liefde. Dus, maar ja, liefde maakt ook blind. En dat is in feite de problematiek waar hij het over heeft. Dus hij is heel goed in het raaktyperen van de problemen. Nou, die problemen zijn ook echt reëel. Je kunt zeggen van, ja, wat is er nou erg aan? Hè? Die mensen moeten zelf weten wat ze allemaal kopen. Maar dat is niet helemaal waar. Wat ik al zei, ik noemde het milieu. Wat ook heel kwalijk is dat de reclame echt specifiek zich richt op kinderen. En ja, kinderen zijn minder in staat om goede, heldere beslissingen te nemen. Die zien ook het grote geheel niet zo goed. Ja, een voorbeeld daarvan is fastfood, ook zoiets. Fastfood, dat wordt vet gemaakt, het wordt zoet gemaakt met suikers, zout. Dus al die dingen die zijn als het ware een soort verslavend. En daardoor, die mensen hebben dat dan vervolgens nodig, maar ja, die richten zichzelf te gronden. Die worden dik, die krijgen allerlei ziektes. Dat zijn echt reële problemen. Dus in die zin hij raakt hier wel iets wat echt reëel is. Wat ik ook plus vond aan het boek was dat hij is theoreticus, hij heeft het heel goed opgebouwd, het is gestructureerd. Het is echt zo van, het is een man van het woord, zullen we maar zeggen. Dus in die zin, qua structuur zit het fantastisch goed in elkaar. Kom ik dan op de minpunten? Ja, ik noemde al de volzinnen. Je moet echt soms de tanden op elkaar zetten om volzinnen van 5, 6 regels te kunnen absorberen en te kunnen begrijpen. Dus dat is ik denk voor veel mensen wel een afknapper van moeilijk taalgebruik. Dus zeggen, ja, hij doet daar in feite mee van, ja, je bent geen kind, dus je bent een volwassene, dus je moet het kunnen begrijpen. Dus in die zin is het ook wel weer consistent. Wat ik ook wat jammer vond, is dat het soms wat afstandelijk en theoretisch is. Hè? Het is heel erg de grote lijnen, de wereldproblematiek. En ja, soms kun je wel eens denken van, ja, maar het is niet, hou het dus wat kleiner, hou het dus wat meer bij jezelf bijvoorbeeld. Het is ook de schrijver zelf komt eigenlijk nauwelijks naar voren in het boek. Hij gebruikt in die zin, vind ik, en ook wel bepaalde technieken uit de marketing, hè, waar hij soms zo op afgeeft. En namelijk, hij heeft het over merken. Nou, kijk je naar dit boek, dat is een lolly en de titel is De Infantiele Consument. Dus dat is wel een heel duidelijk merk, dat communiceert heel goed, dat plakt, zullen we maar zeggen. En in die zin gebruikt hij zelf natuurlijk ook technieken waar hij zo op afgeeft. Hij schetst, een heel groot deel van het boek is gewijd aan de problematiek. Maar aan het eind gaat hij ook in op van, nou ja, wat kunnen we er dan aan doen? Hè? Oplossingen. Nou, en daarin vind ik het wat jammer dat hij, wat mij betreft, te veel inside the box blijft. Hij blijft vasthouden. Het kapitalisme, dat is aan zich niet verkeerd. Alleen, het is wat doorgeslagen misschien. Maar daar blijft hij aan vasthouden. En hij zoekt de oplossing ook in democratie. Hij zegt van, ja, het is kapitalisme en dat consumentisme, dat is een wereldprobleem. Hè. Die bedrijven die opereren op wereldschaal. En het probleem is, op wereldschaal hebben we geen soort democratische regering die zegt van, ja, binnen die grenzen moeten jullie opereren. Dus zijn oplossing eigenlijk is te zeggen van, ja, we moeten een soort wereldregering hebben die paal en perk stelt aan die globale bedrijven. Coca-Cola, McDonald's. Daarvan heb ik zoiets van, ik zie dat niet heel direct gebeuren. En het is ook zeg maar heel erg vanuit een groot systeem gedacht. Ik zou zelf veel meer bottom-up denken, van begin bij de consumenten zelf. Hè? Die moeten zelf bewust worden van wat ze doen en wat ze consumeren. Daar zie ik veel meer heil in. Dat top-down vind ik zelf wat minder geslaagd. Oké, interessante punten. Ja, ik zou wel eens willen weten, kijk, dit is een Amerikaan en de problematiek is, denk ik, in Amerika absoluut het sterkst. Hè. Dat is echt ook de bakenmat van het kapitalisme en het consumentisme. Hoe zit dat eigenlijk op wereldschaal? Kijk, ik bedoel, hier in Nederland denk ik al dat het een stuk minder is. Tuurlijk, we hebben veel Amerikaanse producten, films, boeken, noem het maar op. Maar ik heb het idee, ik sta hier ook in een protestants bolwerk, dat het hier wel wat meevalt. En hoe zit het bijvoorbeeld in landen als China of India, het Midden-Oosten? Is het ook daar zo problematisch dat consumentisme als het ware de macht heeft? Ik zou ook wel eens willen weten wat vinden bijvoorbeeld de Nederlanders hiervan? Wat vinden ze zelf? Vinden ze dit een probleem of zeggen ze van, ja, sorry, maar ik zie helemaal niet waar het probleem zit. Zo'n theoreticus als Barber kan dat wel zeggen, maar wij vinden het gewoon prima zo. Houden er niks aan doen. Dat zou ik wel eens interessant vinden. En wat ik al eerder zei van de kleine oplossing, de oplossing vanuit de mensen zelf. Ik heb eerder een boek van Hodgkinson behandeld. Die kijkt veel meer, wat kan ik zelf doen? Hoe kan ik zelf anders mijn leven inrichten, zodat die markt en die merken niet zoveel macht over mij hebben? En daar zou ik zelf wel wat meer in die richting zoeken. Oké, dat was dan mijn bespreking van De Infantiele Consument van Benjamin Barber. Zeer doorwrocht werk, voor iedereen geschikt die om zich heen kijkt en zijn vraagteken stelt bij ja, het consumentisme, het alsmaar meer consumeren en daar ook bewust van wil worden van wil ik dat wel en hoe moet ik daarmee omgaan. Dus voor al die mensen, die bewuste consumenten zullen we maar zeggen, zou ik dit boek absoluut aanraden. Dat was het.